Hey allemaal en welkom bij weer een gloednieuwe video. Ik heb geen video's geüpload vorige week omdat ik flink ziek was die week daarvoor. Dus ik had geen energie om te filmen. Ik heb ook niet gevlogd. Dus vandaar. Maar here I am again, back in the game. En vandaag met een hele leuke video. Namelijk een eetdagboekje. Dit is wederom een vegetarisch eetdagboekje. Ik ben nog steeds vegetariër. En ik hoop dat jullie er weer wat inspiratie uit kunnen halen. Nou, dat gezegd te hebben, laten we snel beginnen met het ontbijt. Dit is mijn collectie van superfoods. Het is meer dan ik dacht, vandaar dat ik nog wat potjes tekort kom. Ik begin natuurlijk vaak altijd met havermout. Dan heb ik rozijntjes. Dit is een mix van chiazaad en lijnzaad. Moerbeien, cacao. Dan heb ik hier meer chiazaadjes, hemp seeds, cashewnotenboter en amandelboter. De producten die jullie van Body & Fit voorbij zien komen zijn altijd te verkrijgen met 10% korting met de code Laura Breide. Die code is altijd geldig, dus dit is geen gesponsorde video, maar... Ik wil gewoon even mijn affiliate linkje met jullie delen. We gaan beginnen. Op het moment ben ik helemaal gek van deze Alpro yoghurt met kokosmaak. Ik gebruik dan een halve bak. Ik begin met wat volkoren cornflakes. Eerst wat rozijntjes, lijnzaad en chiazaad, moerbeien, hempseed. Last but not least, altijd iets van vers fruit. Ik heb gisteren verse bramen gekocht, daar heb ik de helft al van opgegeten. Maar nu doen we mooi de andere helft erbij. Dit is het resultaat. Een voedzaam, lekker en fris zomers ontbijtje. Bon appétit! Zoals jullie hebben kunnen zien is mijn ontbijtje echt mijn favoriete maaltijd van de dag. Dus ik gooi er lekker veel superfoods bij. Superfoods zijn een beetje achterhaald inmiddels. Ze doen geen wonderen, maar baat het niet dan schaadt het niet, toch? Het is inmiddels iets over 12 en ik heb nu echt wel weer honger, dus het is tijd voor een snack. Dit is mijn favoriet van het moment, de Cookie & Creams Barbells. Dit is gewoon puur snoepen, jongens. Tijd voor de lunch. Dit is wat er vandaag op het menu staat. Allereerst aardappelpartjes uit de oven, want als je het frituurt is het natuurlijk veel vetter. Dus we doen het lekker in de oven. Champignons en asperges als groente. En daarbij een seitanburger vol eiwitten. En die zijn ook nog eens heel erg lekker. Zo, de groenten zijn inmiddels gebakken. En nu doe ik even snel de hamburger, want die is in 5 minuutjes klaar. En als het goed is, zijn de aardappeltjes dan ook klaar. Oh, die zijn al klaar. Tadaa, dit is het eindresultaat. Een heerlijk burgertje, knapperige aardappels uit de oven en lekker een goede portie groenten. Ik eet er ketchup bij van Heinz met 50% minder suiker en zout. Voor de lunch een lekkere Hollandse maaltijd. Ik noem het een Hollandse maaltijd omdat ik het echt typisch Hollands vind om een vleesje met wat groenten met aardappeltjes te eten. Maar dit blijft gewoon een van mijn favorieten. En wie vindt dat nou niet lekker? Dit is toch altijd goed? Je kunt hier natuurlijk enorm mee variëren. Dus bijvoorbeeld een keer het vleesje veranderen of de groenten veranderen. En ga zo maar door. Het is tijd voor een snackje. Ik ben op het moment helemaal weg van deze ijskoffies. Deze zijn light, onder de 100 calorieën, dus dat is prima en hij is super, super lekker. Er zit trouwens veel tijd tussen mijn middageten en het avondeten. En soms neem ik niet eens een snack, omdat ik in de tussentijd naar yoga ga. En bij yoga is het heel belangrijk om niks in je maag te hebben, omdat het anders allemaal naar boven komt als je op je koffer staat. En daar heb ik gewoon geen zin in. Vandaar dat ik er meestal voor kies, ook al heb ik een beetje trek tegen de tijd dat ik naar yoga moet, om te wachten tot na yoga. En na yoga is het al zo laat dat ik denk, nou ja, dan ga ik maar meteen aan het avondmaal beginnen. Vandaag had ik echt flink onderschat. Ik zat met zo'n honger bij yoga. Volgende keer toch een snack nemen van tevoren. Ik kwam omdat ik deze keer echt twijfelde, want ik heb op sommige dagen yoga om 7:30 en sommige dagen om 7:30. Ik heb lekker een glaasje gazpacho. Deze heb ik niet zelf gemaakt, maar dit is hetzelfde als wat ik het zelf zou maken. Dus dat is lekker een soort van sapje van paprika, knoflook, tomaat, komkommer, olijfolie en azijn. Mijn avondeten bestaat uit een tosti met lekker volkoren brood. Ik heb hier vegetarische kipfilet van de Mercadona. Kaas, gouden kaas, Nederlandse kaas. Yeah. En honingmosterdsaus. Op het moment weet ik nog niet of ik 2 tosti's maak of 1. Zoals ik al een keer uitlegde in een video, eet ik echt op gevoel. Dus als ik voel dat ik nog veel honger heb, dan neem ik er nog 1. Maar voorlopig denk ik het niet, want ik heb net ook zo'n heel glas gazpacho achterover gewerkt. En dat vult best wel. Dus we beginnen even met 1 tosti. Klein beetje honingmosterdsaus. En voilà. De oven in. En aan schouw, hier hebben we het broodje gezond. Heerlijk.
En hallo jongens, het is gewoon nog steeds licht buiten. En het is al 9:30. Hoe heerlijk is dat? Het avondeten in Spanje is natuurlijk een beetje het middageten in Nederland. Daar doe ik iets minder mijn best. En ik heb natuurlijk al een grote warme maaltijd op overdag. Vandaar dat deze maaltijd iets makkelijker is dan de lunch. Wat zeg ik, veel makkelijker. Ik probeer wel altijd aan mijn groenten te komen. En gazpacho is zoals altijd nog steeds echt de beste uitkomst in Spanje om aan je groentjes te komen. Zo niet, dan is rauwkost ook een hele fijne optie. Omdat je dat er gewoon naast op kan puzzelen. En voor de rest, het toetje. Ik neem niet altijd een toetje. Vandaag had ik daar geen trek in. Maar er zijn dagen dat ik er wel een trek in heb. En dan neem ik vaak een light yoghurtje of een rijstpapje of zoiets. We eindigen de dag met twee koekjes, twee meer granenkoekjes en een banaan. Ik moet trouwens wel zeggen dat ik dagen heb dat ik meer eet. Maar ja, ik heb dus ook dagen zoals vandaag dat ik gewoon niet echt heel erg veel trek heb eigenlijk. Dus dit is denk ik ook wel echt een realistisch beeld. Ik ga lekker mijn koekjes opeten met een kopje thee. En ik wens jullie een hele fijne avond. Ik hoop dat jullie het weer een leuk eetdagboekje vinden. En laat me vooral weten in de comments hoe jouw dagen eruit zien. Of we ook overeenkomsten hebben. En dan zien we elkaar in de weekvlog van zaterdag. Hartstikke bedankt en tot de volgende keer.